God maakt zich in de Bijbel bekend als een God die in liefde omziet naar de wereld. Hij zendt zelfs zijn zoon Jezus naar de wereld om haar te verlossen. Wij mogen gaan in het spoor van die bevrijdende Jezus die in liefde omziet naar mensen en hen wil bevrijden, nu en straks. De verre naaste wil, gedreven door Jezus' opdracht en ons verlangen het geloof te delen, in woord en daad Gods liefde bekendmaken, zodat alle mensen in de wereld ontdekken dat het evangelie van Jezus bevrijdt. Samen met en namens de gereformeerde kerken vrijgemaakt, helpen we zusterkerken wereldwijd met groeien en ondersteunen we broers en zussen die in woord en daad getuigen van Gods liefde in hun omgeving. Daarin willen we als kerken samen optrekken, van elkaar leren en elkaar inspireren, bemoedigen en opbouwen in het geloof en kerk zijn. Tot opbouw van Gods wereldwijde kerk. Wat is er veel werk gedaan in de afgelopen jaren? Graag blikken we met u terug op het vele werk dat door onze partners is verzet. Ook in Nederland gebeurde er veel. We lichten graag een paar activiteiten uit.